Jongens en meiden, de tijd is eindelijk hier. Ik heb 2 maanden geleden meegedaan aan een blind date video van Frank. En hij staat eindelijk online. Kijk, weet jij, ik was echt bang voor deze video. Want ik heb echt het gevoel dat ik fucking erg voor lul sta. We gaan het zien. De video staat hier. Zoals jullie zien, ben ik niet relevant genoeg om de thumbnail te vullen. Dus ja, ik snap het wel. Ik snap het wel. Wat vind je zo leuk aan Alex dat je dacht, hier ga ik staan? Vlaams accent. Leuk, misschien Belgisch is even een keer wat anders. Ja. Is dat het enige wat mensen gaan zeggen omdat ik Belg ben? Ja? Ik ben ook gewoon een leuke jongen als ik een Belg ben. Jongens, Alex staat op het programma. Wat verwacht je van? Jij kent hem het best. Normaal gingen Gio en Nathan in de jury zitten, maar ja, soms lopen dingen anders. Jammer genoeg. Ik ben op zich wel blij dat ze er niet bij zaten, want dan konden ze... Gio zou hier zo lekker op zijn gegaan. Hij zou zo lekker... Fucking hond. Ja, een beetje stress wel. Ik ben benieuwd wat je voor mij hebt geregeld. Dus... Zo, ik zie er niet super goed uit deze video. Beetje zwerverig. Ik vind dat ik er nu wel beter. Dit was the dark time of my life. Hi, ik ben Roos, ik ben 21 jaar en ik kom uit Gouda. Goeie oudje wel. Kijk maar, dripping in black. Dame 3. Hi, ik ben Kira. Ik ben 2. Je ziet dat ik zo ongemakkelijk ben. Mijn fucking handen in mijn zakken. Ik ben heel de tijd aan het bewegen. Dit is echt niks voor mij. Dus laten we hier gewoon mee stoppen. Ik ga hem gewoon strijken en offline halen. Ik ben 22 jaar en ik word juf ooit. Wel een beetje fucked up als je juf wordt dat je hier aan meedoet, want ja... Ieder zijn ding, maar ik zou het zelf niet gedaan hebben. Wat is je naam? Iboya. Iberico? Ach, Iberico, ja man. Iberico is wel lekker, though. Zij ook. En jij bent natuurlijk super motiverend. Ik begin elke dag mijn dag wel met de sportschool natuurlijk. Oeh, tot nu toe vind ik het nog meevallen. We zijn 5 minuten in dit. We hebben nog 25 minuten waar ik mezelf helemaal de tering in zelf kan. Zelfde vraag eigenlijk. Wat is je belangrijkste? Hij heeft het echt zwaar. Ja, ik had het ook echt zwaar. Ik had het sowieso zwaar. Nee, ik hoorde Sean nog zeggen, maar ik heb nog nooit iemand gezien die zo gestrest was. En ik hoorde dat en daardoor werd ik gewoon extra gestrest. Dan gaat het over tennisballen en dan ga je zeggen, mijn ballen zijn blauw. Marije, wat zit je nou leuk te doen? Letterlijk. Die hond van jou, dat je die zou doen? Nee, dat niet. Maar ik vind dat die gewoon een beetje zaadvragend ogen heeft. Ja, maar dat is gewoon waar. Kijk naar die hond. Hier de foto van die hond. Als die zijn hond mij aankijkt, dan denk ik gewoon van, oké, hij wilt mijn zaad. 4 en 5 wel. Ja, maar 3 ook weer dan. Dit vond ik heel moeilijk. Ja, dit is moeilijk, bro. Iedereen gaf dezelfde antwoorden en ik kon alleen maar kijken naar de patas. Ja, wie de fuck moet dan uitkiezen? Ja, geen idee. Klopzak die Alex! Niet normaal. Wat nou? Ja, ik wou. Ik heb het gevoel alsof Frank een beetje in een midlife crisis zit met zijn kledij. Belg moet zoeken dan. Nee, totaal niet. Je kan toch veel leuker krijgen dan dit gezeik van die Alex? Ja. Wat is jouw probleem? Je bent de winnaar eigenlijk. Eigenlijk heb ik gewonnen. Gefeliciteerd. Wat is dit? Wat is dit? Frank, ik denk dat jouw bed niet eens blij met jou is, omdat je zo vet bent. De volgende vraag, wie kijkt de vlogs van de Hamer High? Ja, ik weet niet waarom ik dit vroeg, maar ik moest kijken. Weet je, luister. Ik had een gesprek met Nina, zij had ook een blind date. Ik had een gesprek met haar, ze zei van ja, er zijn wel een paar vragen voorbereid. Die dat... Nou oké, okay. Dus ik dacht chill. Nou, ik kom eraan, geen voorbereiding. Dus ik dacht van, ja, nu moet ik alles zelf on the spot gaan verzinnen. En daardoor werd ik ook nog eens extra zenuwachtig. Favoriete standje van nummer 1? Ja, ik denk dat je daar echt achter moet gaan komen. Luister, ik wou deze vraag niet per se stellen, maar ik werd gedwongen omdat ik gewoon iets spicy moest gaan. Dat moest. Ik kon er niet aan doen. Ik hou wel van die storyline games. Ik heb laatst Detroit Become Human uitgespeeld. Oké, okay, interessant. Kijk, ik heb een idee. Ik moet de volgende keer gewoon een dronken editie opnemen. Dat zal wel leuker zijn. Ik was ook aan het twijfelen van als ik nou een beetje ga drinken voor deze video, dan ben ik helemaal niet zo stif. Niet dat dat de bedoeling is van alcohol, want dan heb je blijkbaar alcohol nodig en dan heb je een alcoholverslaving, maar ja. Ik kan niet zo goed stoppen met praten. Ik praat heel veel. Hou je bek dan. Dat kan je toch niet zeggen? Dat kan toch niet? Is het al meer opgeruimd dan vorige keer of is het nog steeds hetzelfde? Dat kan toch niet? Kijk, luister, dit. Hier heb ik een uitleg voor. Kijk, ik heb een kleine studio. Als ik mijn podcast doe, want dit was tijdens mijn podcast, dan moet ik alles een beetje move en op mijn bed gooien. Mijn ruimte is gewoon niet zo groot. Frank, lul, dikzak. Ik ben benieuwd wat je eigenlijk doet op een dag. Hoe ziet jouw dag eruit? Ik doe eigenlijk niet zoveel. Alex, dat is niet hoe je jezelf verkoopt. Ja, hou je bek, jongen, Marije. Hou je bek. Ik ben geen flauwe... Zo. Ik ben geen fucking vrouwen-influencers die allemaal outfits krijgt en die alleen die outfit moet maken voor content. Ja, ik moet gewoon mezelf en leuk en grappig zijn en dat is gewoon moeilijk als man-influencer. Gaat als MDMA heet. Maar hoe waren die vakanties met Glenn Fontaine eigenlijk? Oh! Yes, yes. Alex, wat een... Ja, wat een klootzak. Hij is helemaal niet leuk, hè? Fucking Frank, fucking hond. Gaat hij dit bij iedereen doen? Ach. Jouw naam was echt? Iboya. Ja, dat geloof ik gewoon niet. Wat zeg je nou? Ik geloof niet dat nummer 3 zo heet. Ja, ik dacht dus dat zij iemand was die je kende. Je moet wat bieden aan die vrouwen. Pasta pesto bied ik ze. Leuk. Wat vinden jullie van de stad Antwerpen? Vertel. Ik ben er nog nooit geweest. Wat een kutvraag is dit ook van mij. Wat vinden jullie van de stad Antwerpen? Ja, boeien, pik. Ik voel het niet. Nummer 2 en 3 vind ik allebei leuk. Allee, 1 ook, maar 2 en 3 hebben de... Ja. Maar dit is ook zo kut. Fucking kut. Dat je dat moet zeggen van ja, deze wil ik niet. Het is een beetje real life Tinder. Want Tinder zit gewoon achter je telly.
En dit is real life. Ja, in principe, je had gelijk. Nummer 3, sport eigenlijk niet zoveel. Sporten? Was er nog één keer sporten, zeg? Ja, laat mij toch lekker wat... Frank, jij zuip 5 dagen in de week. Ik gym 5 dagen in de week. Wie is hier de winnaar? Vertel mij. Van mijn ideale date zou zij naar een pretpark, denk ik. Ik hou echt totaal niet van pretparken. Oké, luister. Je gaat naar een pretpark, je betaalt €50. Je wacht in een rij, bij elk ding 10, 15 minuten. En je gaat zo. Ik voel dat niet. 3 mag me nakomen. Ik dacht toen echt van kut zo. Ik dacht echt van... Ik durf te weten dat hij hierna met haar gaat afspreken. Ik ga sowieso niet DM sliden. Jij bent dan zo gefixeerd op één ding. En... Ja! dit kan toch niet. Ik denk dat dit gewoon een soort van tegenslag is. En uiteindelijk, als je elkaar bevindt, moet het uiteindelijk wel goed komen. Ja, nummer 3. Ja, helaas. Zo is een mukbang opnemen. Ja, gezellig. Gezellig. Wat wil je dan eten? Mijn pik. Oké. Okay. Fijne dag, hè? Nummer 3. Ja, Berico. Hey, doe je? Oh, oh, hey. Kom op. Hey. Hi. Leuk. Ja, mooie meid ook, toch? Ja, zeker. Ja, leuk. Eigenlijk totaal mijn type ook niet, maar... Ja, hey. Ja, jongens en meiden. Oh, holy shit. Ik had echt een veel slechter beeld in mijn hoofd, maar het was prima. Ik denk dat het mooi is geweest. Bedankt je voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten in de comments. Ik bedank je voor het kijken, abonneer even en like. En tot de volgende keer, jongens. Hey, doei!